Een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog, wat nooit vergeten mag worden, is de Holocaust, of de Shoah in het Hebreeuws. Het Hebreeuws is de taal die de Joden spreken. In deze video staat de moord op het Joodse volk centraal en zal gekeken worden naar wat men ook wel de Vergeten Holocaust noemt. 5,7 miljoen. Dat is naar schatting het aantal Joden dat vermoord is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog door het Naziregime. Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze werden gedood omdat ze Joods waren. Voor de moord op de Joden, of de moord op het Joodse volk, zijn verschillende benamingen. De meest wijdverbreide en de meest gebruikelijke term is Holocaust. Terwijl het Joodse volk zelf liever de term Shoah gebruikt. En je ziet op de dia dat je Shoah op twee manieren kunt spellen. Hoe deze namen zijn ontstaan en wat de oorsprong van deze namen uh, ja, is. Daar komen we later in deze video nog op terug. Wanneer we het hebben over de moord op, op de Joden, op de moord op het Joodse volk, dan is het bekendste verhaal uh, ja, het verhaal van de concentratie- en vernietigingskampen. Vele miljoenen Joden verloren in deze kampen, en met name in de vernietigingskampen, het leven. Dit werd door Vasili Grossman, de man die je links op de dia ziet, de Shoah door gas genoemd. Maar volgens hem is er ook nog een ander onderdeel in de moord op het Joodse volk, namelijk de Shoah door kogels. Die direct begint na de inval van de Sovjet-Unie door Duitsland op 22 juni 1941. Beter bekend als Operatie Barbarossa. De Shoah door gas, het systematisch uitmoorden van Joden in vernietigingskampen door middel van gaskamers, komt later in deze video nog aan bod. Eerst gaan we kijken. Naar wat Vasile Grossman de Shoah de Kogels noemt. Het vermoorden van het Joodse volk door Nazi-Duitsland begon met het vermoorden van Joodse mannen Door Duitse troepen op 22 juni 1941 startten met operatie Barbarossa, de codenaam voor de inval van de Sovjet-Unie. Veel van de eerste slachtingen op het Joodse volk kwamen op rekening van Litouwse. En Oekraïnse nationalisten die het Nationaal-Socialistische regime van Adolf Hitler steunden. Hierbij moet vermeld worden dat Litouwen en Oekraïne op dat moment onderdeel waren van de Sovjet-Unie en er groepen nationalisten waren die zich fel verzetten tegen de Sovjet-overheersing. Reinhard Heydrich, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust, uh, ...en een persoon die we later uh, ja, in deze video nog naar voren uh, gaan laten komen... ...had deze slachtingen door aanhangers van het naziregime in uh, Litouwen en Oekraïne al voorspeld. Naar schatting zijn er in Oekraïne alleen al circa 1 miljoen, Joden, 1 miljoen Joodse burgers gedood door de SS-einsaatsgroepen. De leden van de einsaatsgroepen waren speciale eenheden van de SS die officieel belast waren... Met de veiligheid van militair veroverd gebied. In de praktijk spoorden deze speciale eenheden vooral Joden en andere groepen op, die in de ogen van de naties niet behoorden tot het Aarse ras, um, om deze groepen vervolgens te arresteren en met honderden of duizenden tegelijk te vermoorden, met kogels wel te verstaan. Slachtoffers moesten zelf hun massagraf graven, en wie niet snel genoeg groef, werd neergeschoten. Degenen die het graafwerk wel overleefden, werden gedwongen om aan de rand van de kuil te gaan zitten. en vervolgens werden zij neer, van achter neergeschoten. door Duitse leden van de SS-Einsatzgroepen. Zoals je ook op de foto links op de dia kunt zien. Zojuist zagen we al dat naar schatting 5,7 miljoen Joden. zijn vermoord ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit waren, nogmaals, geen oorlogsslachtoffers. Uh, die omkwamen door oorlogsgeweld, maar slachtoffers van volkerenmoord. De mensen werden vermoord omdat ze Joods waren. Al tijdens de Nuremberger processen die op 20 november 1945 begonnen en duurden tot 1 oktober 1946. Uh, ja, tijdens deze processen werden 24 nazi-kopstukken berecht voor hun daden en aandeel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zo ook de man die je rechts op de dia ziet, Wilhelm Heutel. Deze Heutel was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een eh, ja, periode commandant van de SS-inlichtingendienst en assistent van Adolf Eichmann. Samen met Reinhard Heydrich, een van de hoofdverantwoordelijken van de Holocaust. Heutel is met name bekend geworden vanwege zijn verklaring tijdens de Nurembergen processen over het aantal joden dat op het leven is gekomen. Een deel, van, uh, ja, uit zijn, uh, een deel uit zijn uh, verklaring staat op deze dia. Heutel verklaart dat er circa 4 miljoen Joden om het leven zijn gekomen in de vernietigingskampen. En er nog eens 2 miljoen Joden op een andere manier aan hun eind zijn gekomen. Met name door het toedoen van de ss einsatzgroepen en de Siegerheidsdienst uh, tijdens de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Wat we eigenlijk op de vorige dia dus net, net besproken hebben. Onder andere op basis van deze verklaring is het getal nagenoeg vastkomen te staan op 6 miljoen joodse slachtoffers. Voor de moord op het joodse volk in Europa zijn in de loop der tijd verschillende benamingen geweest. In de eerste jaren na de oorlog werd er niet of nauwelijks gesproken over wat er gebeurd was. Niet alleen in Duitsland niet, maar vrijwel nergens in Europa. De historicus Raoul Hilberg Spreekt na enkele jaren van the destruction of the Jews, de vernietiging van de Joden of vernietiging van het Joodse volk. Door de bekende tv-serie De Holocaust, die in 1978 op televisie kwam, kreeg de vervolging van en uiteindelijk de moord op eh, de Europese Joden grote publieke aandacht en werd deze naam, Holocaust, gangbaar. Dat blijkt ook wel uit de naam Holocaust Memorial Day. Die gegeven is voor, ja, voor de datum 27 januari, want op die dag in 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. De Verenigde Naties heeft deze datum uitgeroepen als herdenkingsdag van de moord op de Joden. Het begrip Holocaust, wat bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk holos en kaustos, is eigenlijk samengevoegd en samengevoegd betekent dat woord brandoffer. Dat is nu, dat samengevoegde woord, wat dus Holocaust is, dat was en is wereldwijd de bekendste benaming voor het lot van de 6 miljoen Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Joodse volk zelf gebruikt een andere term, het Hebreeuwse woord voor catastrofe, Shoah. En zoals we op de eerste dia al hebben gezien, kun je dit dus op twee manieren spellen. Ja, een vraag die belangrijk is om te beantwoorden is hoe de Shoah nou heeft kunnen plaatsvinden. En daarvoor moet gekeken worden naar een van de kernbegrippen binnen het Derde Rijk, binnen het Nationaal Socialisme. En dat begrip zie je hier op de dia, namelijk antisemitisme. Het begrip antisemitisme, wat Jodenhaat betekent, is niet uitgevonden of bedacht door de nazi's. Antisemitisme kwam al eeuwen voor in Europa en ook in de 19e en het eerste, in de eerste helft van de 20e eeuw was het antisemitisme een breed gedragen overtuiging in veel landen. Het kwam dus niet alleen in Duitsland voor. De Eerste Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor Duitsland waren wel een voedingsbodem voor het opleven van het antisemitisme. De gekrenkte nationale trots ging samen met een afkeer van de nieuwe Democratische Republiek van Weimar. Daar hebben we het al eerder over gehad in de video van het Interbellum. Als je dat niet meer weet, zou je dat even terug kunnen kijken. En het verlangen naar een sterke, autoritaire staat. Het groeiende nationalisme was een voedingsbodem voor de groei van het antisemitisme in Duitsland. Samen met het begrip levensraam werd antisemitisme de belangrijkste pijler van het nationaal-socialistische regime. Gebaseerd op de rassenleer was er een driedeling in de samenleving volgens de nazi's. De nazi's onderscheiden het arische ras, of ook wel de ubermensch genoemd, en dat was volgens de nazi's superieur aan alle andere volkeren. Het ideaalbeeld was dat uh, ja, zij Germaans bloed hadden, blond haar en blauwe ogen hadden. Vervolgens spreekt, uh, ja, uh, spreken de nazi's in hun rassenleer van het minderwaardige ras. En hiertoe behoren volgens de nazi's het Slavische volk, wat dus met name in Rusland woont en in Zuidoost-Europa, maar ook Afrikanen en Aziaten. En de laatste groep die de naties onderscheiden is de zogenoemde Untermensch, ook wel het verderfelijke ras genoemd. En deze mensen, deze volkeren, hadden volgens de naties geen bestaansrecht en moesten worden uitgeroeid. Hiertoe behoorden de Joden, maar ook bijvoorbeeld de Zigeuners, zoals Roma en Sinti, daar zullen we later nog op terugkomen in deze video, maar ook Homoseksuelen en gehandicapten. Belangrijk is dus om wel te onthouden dat antisemitisme geen Duitse uitvinding was, maar dat door de omstandigheden in Duitsland in de jaren 20 en 30 het antisemitisme wel enorm groeide. En het Nationaal-Socialistische regime dat antisemitisme ook aanwakkerde onder de Duitse bevolking. Ja, in, in 1933, het jaar dat Adolf Hitler aan de macht kwam in, in Duitsland. Ja, hoeveel Joden leefden er toen eigenlijk in Europa, in een Duitsland? En als je kijkt dan naar de tekst onder op de dia, dan zie je dat dat eigenlijk, uh, we moeten wel zeggen, het is een schatting, maar dat dat eigenlijk wel meevalt. Want naar schatting leven er in 1933 in Europa zo'n 9 miljoen Joden. En dat is op de totale bevolking van Europa zo'n 1,7 procent. Als we dan inzoomen op Duitsland, dan is dat uh, ja, nog minder. Want Duitsland had een Joodse bevolking van zo'n 550.000 tot 600.000 personen. En dat is minder dan 1% van de Duitse bevolking. Ondanks dat geringe aantal was de invloed van de Joden op de maatschappij toch groot volgens Adolf Hitler. Te groot zelfs. Adolf Hitler had in zijn boek Mein Kampf. Al allerlei theorieën geschreven over de rol van de Joden in de samenleving en het gevaar van Joden voor de toekomst van Duitsland en de wereld. Ook dit wakkerde het antisemitisme in Duitsland verder aan. Direct na de machtsovername van Adolf Hitler begon de NSDAP met het uitvoeren van de rassenpolitiek. Deze politiek was met name gericht op Joden die in Duitsland woonden, dus nog niet op de Europese Joden, maar de Joden in Duitsland. En het doel van deze rassenpolitiek ...was om de Joden tot emigratie te dwingen. Dus ze moesten verhuizen buiten de Duitse grenzen. Dat was in ieder geval het doel. Laten we eens kijken naar een aantal maatregelen die de nazi's troffen... ...om het, om het Joodse burgers in Duitsland eh, lastig, zo niet onmogelijk te maken, om te blijven. Vrijwel direct nadat Adolf Hitler eind maart 1933 de democratie in Duitsland de nek had omgedraaid... ...door middel van de machtigingswet, namen de nazi's de eerste stappen... In hun rassenpolitiek. Op 1 april 1933 werden Joodse winkels geboycott. Dat wil zeggen dat men werd geadviseerd om niet bij Joodse winkels te kopen en winkels van Joodse eigenaren dus feitelijk uitgesloten werden van de, van de samenleving. Ook werden Joden ontslagen uit pers, onderwijs en overheidsfuncties. Op die manier dacht de NSDAP de invloed van de Joden in het land te verminderen. Geen Joodse journalisten. Geen Joodse, uh, Joodse docenten en geen Joodse overheidsfunctionarissen meer. Op 15 september 1935 werden de zogenaamde Nuremberger wetten afgekondigd. En hierin stond onder andere dat Joden niet langer Duits staatsburger waren. Hierdoor verloren zij niet alleen hun nationaliteit, maar ook hun burgerrechten. Daarnaast werd het bepaald dat Joden niet langer met Ariërs mochten trouwen, omdat. Dit omdat de naties uh, ja, wilden dat het Germaans bloed, het Arisch bloed, hè, van het Arische ras, zuiver moest blijven. En niet vermengd moest worden met Joods, of zoals de naties het zagen, verderfelijk bloed. In 1938 waren er al zo'n 160.000 Joden Duitsland ontvlucht. Dus geëmigreerd. Maar het ging Adolf Hitler en de NSDAP niet snel genoeg met de Joodse emigratie. En daarvoor, uh, of daarom werd uh, wederom een grote stap genomen om de Joden uit te sluiten in de Duitse samenleving... en ze daarmee te dwingen tot emigratie. Allerlei openbare plekken werden verboden voor Joden. Zo mochten zij niet eh, langer eh, ja, met openbaar vervoer reizen... in het park zitten, eh, op een bankje of naar het eh, theater of de bioscoop. Op 18 oktober 1938 vaardigde Adolf Hitler ook een bevel uit... waarbij 12.000... Eh, de Duitse Joden werden gedwongen te vertrekken uit Duitsland. En zo ook de familie Grinspan uit Hannover. Die familie woonde al 27 jaar in Duitsland en moesten nu dus vertrekken. Een van de, van de zonen van die familie, Herschel Grinspan, die in Parijs woonde, hoorde van het nieuws van zijn, van zijn familie dat ze dus gedwongen moesten emigreren. Via een brief van zijn zus. En uit woede trok hij op 7 november 1938 naar de Duitse ambassade in Parijs en vermoorde daar de Duitse diplomaat Ernst von Raad. De Duitse minister van Propaganda, Jozef Goebbels, gebruikte dit incident om alle Joden in een nog slechter daglicht te stellen door te zeggen dat alle Joden verantwoordelijk waren op de moord van de Duitse diplomaat. En wat volgde was een verbod op Joodse kranten en tijdschriften en uitsluiting op scholen en dus openbaar vervoer. Daar bleef het niet bij. Deze moord en de reactie daarop is eigenlijk de opmaat naar de zogenoemde kristallnacht. Dat zie je als laatste puntje hier op de, uh, de dia staan. In de nacht van 9 op 10 november, uh, dus beter bekend als de kristallnacht, werden op veel plaatsen in Duitsland Joodse winkels. Uh, geplunderd en in brand gestoken en ook synagogen uh, Joodse gebedshuizen werden geplunderd en in brand gestoken. De actie moest een spontane uitbarsting van volkswoede lijken, maar inmiddels weten we dat dit een plan was uitgewerkt door minister van Propaganda Jozef Goebbels. Laten we even iets dieper ingaan op die kristalnacht, want dat is toch wel een belangrijke uh, ja, gebeurtenis geweest. In de opmaat naar, naar, naar de holocaust. En toch ook wel een belangrijke opmaat geweest in uh, hoe dat men omging met de Joden in, uh, in Duitsland. Want deze kristallnacht was de eerste nacht waarbij op grote schaal in heel Duitsland geweld tegen Joden, of in ieder geval tegen hun bezittingen, uh, werd, uh, werd toegepast. En in eerste instantie reageerden best wel veel Duitse burgers uh, geschokt. Dit hadden ze niet aanzien komen, maar ja, de nazi's, en deze man die we hier op de dia zien rechts voorop, die, uh, uh, die verantwoordelijk was voor de propaganda en dus het besluit van uh, uitsluiting en isolatie, zorgde ervoor dat de meeste Duitse burgers al snel overgingen tot de orde van de dag. Er was zelfs een groep Duitsers die in de verleiding kwam om te profiteren van plunderingen van bezittingen, de confiscatie van woningen... Het toe-eigenen van woningen. en de eis dat Joodse ondernemingen. Arisch moesten worden. Kortom, de nazi's kregen. door slimme, subtiele en minder subtiele propaganda. een groot deel van de Duitse bevolking achter hun ideeën. Um, uh, ja, uh, niet iedere Duitser was het er misschien mee eens. maar Duitse burgers waren onverschillig geworden. jegens het lot van de Joden. En nogmaals, de man rechts, op de, de dia, de minister van Propaganda, Jozef Goebbels. Had hier een grote rol in gespeeld. door een angstcultuur te creëren. in de Duitse samenleving. waarbij de Joden als het kwaad werd gezien. Zoals eerder gezegd waren er in 1938. zo'n 160.000 Joden geëmigreerd uit Duitsland. Dat zou tot begin 1940 oplopen. tot zo'n 170.000 Duitse Joden. Maar weinig landen waren bereid om Joodse vluchtelingen op te nemen. in ieder geval niet in zulke grote getalen. In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog veroverde Duitsland veel gebieden in Europa. Landen in het westen van Europa, zoals Nederland, België, Luxemburg en een groot deel van Frankrijk, werd bezet Duits gebied. En met de inval van, de, uh, van Polen in september 1939 start de Tweede Wereldoorlog en Duitsland in samen met de Sovjet-Unie verpletterde het Poolse leger en delen Polen op in tweeën. Doordat Polen bezet Duits gebied wordt, of in ieder geval een deel van Polen bezet Duits gebied wordt, krijgt Duitsland nu te maken met miljoenen Joden binnen het Rijk. Er wonen namelijk nogal veel Joden in, uh, in Polen. En toen de Duitsers op 22 juni 1941 Operatie Barbarossa startten en grote delen van de Sovjet-Unie uh, veroverden, steeg het aantal Joden in, binnen de bezette gebieden, binnen de Duitse bezette gebieden, nog eens met miljoenen. En binnen Nazi Duitsland was al langer de vraag wat men moest met de Joden binnen Europa. We hebben al gezien dat in de jaren 30 men al binnen het naziregime nadenkt van wat kunnen we doen om van de Joden in Duitsland af te komen. En deze vraag, wat moest gebeuren met de Joden binnen Europa, wordt ook wel de Entlösung genoemd. En een belangrijk document wat vaak genoemd wordt in verband met deze endleuzung, is het wansee protocol dit is een verslag van de notulen van de Wansee-conferentie, die op 20 januari 1942 werd gehouden aan de Wanzee nabij Berlijn. En de villa waar dat allemaal gebeurd is, die zie je achter, achter op de dia weergegeven. De twee mannen die je ziet, die heb ik al een keer eerder genoemd en die zijn erg belangrijk geweest. Reinhard Heydrich zie je links op de dia, of in ieder geval links van. Van de twee personen. En Adolf Eichmann, de man met de militaire pet op. Dat is de man, man rechts. En die zijn belangrijke. Dat zijn belangrijke. Nazifunctionarissen. En spelen door deze conferentie. een grote rol. in het verloop van de Holocaust. Heydrich had deze bijeenkomst namelijk georganiseerd. En Eichmann had de notulen verwerkt in een protocol. En vele historici zijn van mening dat deze bijeenkomst. en het protocol wat daaruit volgde. Uh, ja, het begin van de echte Entleuzung is. Het begin van de oplossing van het Jodenvraagstuk. Wat de natiefunctionarissen eerst hebben gedaan, is vaststellen hoeveel Joden dat er in Europa waren. Links op de dia zie je een bladzijde, uh, bladzijde 6 uit het protocol, en daarbij kwamen de bijeengekomen naties uit op zo'n 11 miljoen Joden in Europa. Eerder in deze video spraken we over 9 miljoen Joden in Europa. Dat was een schatting in het jaartal 1933. En wederom is dit wat je hier ziet, die 11 miljoen, is dus ook een, een schatting, maar wel uh, uit het jaar 1942. De vraag was: wat moet er gebeuren met die 11 miljoen joden? En de tekst rechts op de dia is een letterlijke passage uit het Wanshee-protocol. Laten we even kijken wat, er in, uh, ja, wat daarin staat. In de bovenste regel staat dat het Europese jodenvraagstuk 11 miljoen Joden betreft. In de regel daarna staat het idee, dat het idee is dat de Joden verdreven moeten worden naar het oosten van Europa om daar arbeidseinsatz uit te voeren, in het Nederland te werk gesteld worden. Er is hier dus niet specifiek sprake van moord op de Joden. Hoe dat moet gebeuren staat in de volgende passage van de tekst. Lees maar mee. In grote arbeidskolonnes. Uh, waar mannen en vrouwen uh, gescheiden worden. En de Joden moeten zelf naar deze gebieden trekken. En in, de laatste, uh, in het laatste uh, gedeelte van deze passage staat dat uh, zonder twijfel uh, ja, er natuurlijke vermindering op zal treden. Hiermee zegt man men dat, uh, uh, ja, dat de Joden zullen sterven. door de zware tocht die ze af moeten leggen. Maar dat is dan maar zo, volgens de functionarissen. De Joden die de tocht overleven. In de laatste passage het restbestand genoemd. Daarvan moet in ieder geval voorkomen worden dat, dat zij zich voortplanten. De nazi's willen immers dat, ja, dat de Joden daar willen ze vanaf. Dus voortplanting was zeer ongewenst, zeker omdat het gaat om de sterkste Joden in dit geval. Uit deze passage en de rest van het protocol komt eigenlijk nog steeds geen heel erg duidelijk plan naar voren. Er werd dus wel gesproken over verdrijving van 11 miljoen Joden van, oost, van West naar Oost. Van een zware tocht die, die levens zal kosten en de tewerkstelling van, van Joden. Maar sprake van vernietigingskampen met gaskamers en crematoria komt in dit protocol niet naar voren. Gedurende 1942 werden er nog verschillende andere beslissingen genomen, die uiteindelijk leiden tot wat nu bekend staat als de Shoah door gas. Het Wanzeeprotocol is dus geen definitieve beslissing in de Entleuzung, maar wel een belangrijke stap in de opmaat naar de systematische uitroeiing van Joden. Het beleid was niet langer gericht op deportatie van Joden naar gebieden waar Duitsers niet mee te maken hadden, uh, zoals uh, ja, Madagaskar is een idee geweest of uh, Siberië is een idee geweest. Maar het Wannsee-protocol was een belangrijke stap naar het beleid dat steeds meer gericht was op het uitmoorden. Van Joden. De oplossing van het Europese Jodenvraagstuk bleek uh, uiteindelijk niet te zijn dat Joden verplaatst werden naar bijvoorbeeld Madagaskar of Siberië, zoals wel ooit voorgesteld was, of uh, om ze te laten werken in, in kampen onderscheidende omstandigheden, maar om de Joodse bevolking te doden. Anno 2021 is er nog steeds geen definitief moment aan te wijzen of document gevonden waarin dit besloten werd. Het lijkt een proces te zijn geweest. Om het doden van de Joden te bewerkstelligen bouwden de nazi's uiteindelijk vier vernietigingskampen. Gelmno, Treblinka, Sobibor en Belzec. Daarnaast werden twee grote concentratiekampen, Auschwitz en Majdanek, deels omgebouwd tot vernietigingskamp. In totaal dus zes kampen waar Joden en andere volgens de nazi's verderfelijke rassen systematisch werden vermoord. Naast deze vernietigingskampen waren er ook concentratiekampen. Deze kampen waren in Duitsland al ontstaan sinds het begin van het regime van de NSDAP en zeker voor de oorlog niet specifiek gericht op Joden. Deze concentratiekampen waren er met name op gericht om tegenstanders van het regime te herscholen of te heropvoeden om ze daarna weer terug te laten keren in de Duits Duitse maatschappij. Gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zagen we dat het percentage Joden in deze concentratiekampen steeds groter werd en dat zij onder steeds zwaardere omstandigheden gevangen gehouden werden? Toch is het wel van belang om de concentratiekampen en de vernietigingskampen te onderscheiden van elkaar. De concentratiekampen bestonden al vanaf 1933 en daar Zaten allerlei gevangenen die tegen het nazirregime waren, met als doel heropvoeding of herscholing door middel van dwangarbeid. En de vernietigingskampen hebben als doel om mensen te doden. De zes vernietigingskampen, die we hier op deze dia ook, ook zien, zijn eigenlijk allemaal tussen 1941 en 1942 gebouwd of omgebouwd tot, tot vernietigingskamp, waarbij het systematisch uitroeien van verderfelijke rassen plaatsvond op grote schaal. Wat er in de concentratiekampen en vooral in de vernietigingskampen heeft plaatsgevonden, is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Het is en blijft onbeschrijfelijk wat daar is gebeurd. Het is daarom belangrijk om deze gebeurtenis, deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis, te blijven herdenken. De verhalen van overlevenden van de Holocaust worden steeds schaarser, omdat men, deze mensen, inmiddels in de 80 of zelfs in de 90 zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we stilstaan en herdenken. Want anders zouden, eh, zouden we zomaar de lessen uit de historie kunnen vergeten. Sinds 2005 is 27 januari, de dag dat Auschwitz in 1945 bevrijd werd, omgedoopt tot Holocaust Memorial Day. Op die dag worden wereldwijd de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides. Het woord genocide komen we zo meteen nog op terug. Auschwitz is daarbij uitgegroeid tot universeel eh, symbool voor massavenietiging. Van onschuldige burgers. Door deze herdenking te blijven eh, houden, moet voorkomen worden dat dit ooit nog gebeurt en dat men ontkent dat de Holocaust ooit heeft plaatsgevonden. Naast de moord op 5,7 miljoen Joden, die bekend staat als de Holocaust of de Shoah, werden ook andere groepen door de Nazis gezien als verderfelijk. Zo werden ook homoseksuelen en gehandicapten vermoord om wie ze waren. Ook de Roma en de Sinti zijn in grote getalen vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zij behoorden volgens de rassentheorie van de nazi's tot het verderfelijke ras. En er zijn naar schatting zo'n 500.000 Roma en Sinti in de vernietigingskampen om het leven gebracht. In het Romanes, de taal van de Roma, staat dit bekend als de 'Porajmos'. In het Nederlands heeft het ook wel de bijnaam Vergeten Holocaust, omdat er lang, misschien wel te lang weinig aandacht uh, voor was. Uh, het meisje rechts op de foto, op de, foto, uh, op de dia, is Setela Steinbach, een Nederlands meisje dat vergast is in Auschwitz. Lang was zij, samen met Anne Frank, uh, het gezicht voor de Nederlandse jodenvervolking, maar in het jaar 1994 werd uh, door onderzoek duidelijk dat het hier niet ging om een Joods meisje, maar om een Sinti meisje. En sindsdien is zij in Nederland het gezicht... Van de moord op de Roma en de Sinti. De moord op de Joden en de moord op de Roma en Sinti vallen onder de term genocide. Raphaël Lemkin, de man links op de dia, was een Poolse jurist van Joodse afkomst en hij bedacht de term genocide. Deze Lemkin heeft in 1944 een boek uitgebracht met de titel Axis Rule in Occupied Europe. In dat boek komt hij met een nieuw woord. Genocide. Het is een combinatie van het Griekse woord genos, wat ras of stam betekent, en het Latijnse woord cide, wat doden betekent. Deze twee woorden samengevoegd maken genocide en in de volksmond staat het bekend als volkerenmoord of rassenmoord. Het ging er dus om dat mensen werden gedood omdat zij bij een bepaalde ras of volk hoorden en niet om wat een individu heeft gedaan. De misdaad van genocide is sinds 9, 9 december 1948 in VN-resolutie 260 onderdeel geworden van het internationaal recht. Ja, deze Lemkin, ik zei het net al, heeft met succes de, genocide, of de term genocide op de agenda gekregen van, van de wereldpolitiek. Want de VN-resolutie 260 stelt dus het plegen van genocide strafbaar. En dat landen die aangesloten zijn bij de VN dan uh, op moeten treden. En ook in de Nederlandse wet is genocide strafbaar gesteld, namelijk in wet internationale misdrijven artikel 3. En hier op deze dia zie je uh, ja, hoe dat uh, opgeschreven is. Dus hij die met het oogmerk uh, om een nationale etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen. Door bijvoorbeeld leden van de groep dood, leden van de groep zwaar eh, lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt, opzettelijk aan de groep levensomstandigheden oplegt die op uh, haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht, maar, uh, maatregelen neemt tot welke tot doel hebben uh, geboorte binnen de groep te voorkomen of kinderen van uh, de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep, wordt als schuldig aan genocide gestraft. Met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke. Uh, van ten hoogste 30 jaren. of een geldboete van de zesde categorie. Niet alleen dat, maar uh, bij punt 2 kan je zien dat opruiming op welke manier dan, uh, dan ook. ook uh, uh, gelijk is aan de poging, strafbaar gezien dus. Dat wil zeggen dat oproepen tot genocide. op welke manier dan ook. Uh, in, het, uh, in het openbaar. ook strafbaar is. Sterker nog. Er staat dezelfde straf op als het plegen van genocide. In dit filmpje stond de holocaust, of in het Hebreeuws de Shoah genoemd, centraal. Gekeken is naar het begrip holocaust, het begrip antisemitisme, anti-joodse maatregelen in Duitsland in de periode 1933-1939, de weg naar de Holocaust en de Holocaust zelf. Ook de moord op de Roma en Sinti. Is behandeld en het begrip genocide is de revue gepasseerd. Verschrikkelijke gebeurtenissen die nauwelijks te beschrijven zijn en altijd een zwarte bladzijde zullen blijven in de wereldgeschiedenis.